En ja, we hebben toch een boodschap. We gaan door. We zijn niet te stoppen meer, hè? Het kan niet meer. We kunnen niet stoppen meer. We gaan ook niet stoppen meer. Nee. Ik heb altijd geweten, er komt een moment dat het misschien escaleert, dat ik echt voor langere tijd vast kom te zitten. Maar dan moet het maar, weet je. Je kan niet strijden en dan bepaalde... waar ligt jouw grens, weet je? Als hun grenzeloos zijn, moeten wij ook steeds verder eigenlijk komen tot de kern. En de kern is dat zij gewoon elke demonstratie eigenlijk tegenwerken. En dat pikken wij als Onrecht TV niet. Want wij pikken niet dat onze demonstraties worden tegenwerkt. Nee. En waar dan de grens ligt, ik ben al zo vaak aangehouden, nu al 25 keer. Maar waar ligt jouw grens? Voor mij is het ook grensloos. Nee, we gaan gewoon door. En als absoluut. Het strafbaar is, ga ik gewoon door. Ik heb stapels boetes. Het boeit. Gedaan. Ik heb wel een boete van €400 gekregen dat ik dus voor ordeverstoring daar aan de voordeur, dat ik potentieel een gevaarlijke situatie zou hebben gecreëerd. Ik ben in verzet tegen die boete uiteraard. En ook ik werd gevorderd om de wijk te verlaten en dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben in een andere wijk toen alsnog aangehouden en midden in de nacht vrijgelaten. Dus wat je ook moet meerekenen, wat het met je psyche doet als je steeds wordt gearresteerd. Want ik ben in totaal al bijna 80 à 90 keer gearresteerd. En soms in groeperingen op het Museumplein, daar maakten we er een lolletje van. Maar ook soms alleen. En ja, aan de ene kant geeft het je een heldenstatus, krijg je er enorm veel waardering voor. Aan de andere kant zijn mensen schuw naar je, want ze durven dan niet meer met jou te protesteren, omdat ze bang zijn dat hetzelfde ook overkomt. Maar het doet ook wat met je, want elke keer dat je gearresteerd wordt, ben je toch bang, zal ik hier lang moeten blijven? En het brengt ook verstorend, het opgesloten zijn. Ja, nou dan gaan we naar dat volgende, want wat gebeurde er toen? Je werd dezelfde dag of de volgende dag opgepakt?